Ons moet een grafiek gebruik om te verduidelik hoekom een toename in inkomste tot een hoër prijs van een product lei. Ek kan ook vir jou gevraagd, verduidelik die aanpassingsproces na nieuwe evenwig indien daar een toename in inkomste is. Dit klink baie ernstig. Ook ons kyk een bykie. Ons moet grafies doen. Ek het reeds die aanvankelijke evenwigspositie geteken. En ons sê, daar is een toename in inkomste. En ons weet, een toename in inkomste leid tot een verhooging in vraag. En die verhooging in vraag stel ons voor dier een rechtswaartse verskuiwing van die vraag kromme. Maar die vraag van ons verlang is om te verduidelik hoekom ons van hierdie ewigspunt tot die nieuwe ewigspunt teen die prijs van R5 beweeg. Hoe vind daai proces plaas? Ons kyk, teen die aanvankelike prijs van R4, sien ons dat die vraag verhoog, en daar die verhooging van vraag, leid tot een veelheid gevraag van 4800. En wat gebeur met aanbod? Wel, die prijs het nie verander, is nog steeds teen R4, so, aanbieders gaan nou nie meer aanbied nie, hulle bied nog steeds net 3000 aan. So, ons sien, veelheid gevra is 4800, veelheid aangebied is 3000, so ons sit hier met oormaat vraag. Daar is meer mense wat die product wil hee, as wat daar aangebied word. Wat gebeur nou? Ja, mededinging tussen hierdie kopers sal nou die prijs opdwing. En soos wat die prijs opgaan, verminder die hoeveelheid gevra. Beweging langs die kromme, en dan nie die story. So, prijs gaan op, veelheid vraag verminder, maar soos wat die prijs opgaan, is aanbieders bereid om meer aan te bied, so hoeveelheid aangebied vermeerder, totdat hoeveelheid gevra gelijk is aan hoeveelheid aangebied by die prijs van R5. Sulle met my? Teen die aanvankelike prijs het ons oormaat vraag, mededinging dwing die prijs op, en soos wat die prijs opgaan verminder hoeveelheid gevra, maar hoeveelheid aangebied vermeerder, totdat hoeveelheid gevra gelijk is aan hoeveelheid aangebied, prijs van R5, hoeveelheid 3600.